Op 28 mei 2011 viert verzekeringsmaatschappij Achmea met een groot evenement in Achlem het 200-jarig bestaan van het bedrijf. Tal van prominenten uit onder meer politiek, bedrijfsleven, wetenschap, sport en onderwijs komen dan naar het fraaie dorp in Noordwest-Friesland. Zij zullen meedoen aan lezingen, debatten en workshops tijdens de zogenaamde Conventie van Achlem. Ook is er een gezamenlijke avondmaaltijd. De in Achlem wonende Ulbe Piers Draaisma stond in 1811 aan de wieg van de verzekeraar. Hij richtte de onderlinge waarborgmaatschappij Achlem op, die uitgroeide tot Achmea. Woensdag 1 december worden de plannen van Achmea toegelicht in het dorpshuis De Singel.